Hi, ik ben Ron Becker. Ik ben getrouwd, vader van 3 kinderen, 3 tieners. Ik woon in Rotterdam, ik leef daar. Ik ben voorganger van een kerk met de naam Crossroads. En Crossroads is een kerk die bestaat uit een aantal wat we noemen missional communities, kleine gemeenschappen, verspreid over de stad rondom een missionair doel. Als ik denk aan eenheid, dan heb ik enerzijds iets van pijn die ik voel over het gebrek aan eenheid wat ik soms ervaar in Nederland. En tegelijkertijd proef ik ook bij mezelf heel veel verlangen naar eenheid. Dat we ondanks heel veel verschillen in heel veel verschillende opvattingen toch elkaar kunnen vinden in het volgen van Jezus, in de aanbidding van Hem, maar ook in het uitdragen van het Koninkrijk van God. En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. En soms is de focus gewoon op wat onderscheidt ons dan van de rest. De eenheid maakt mij gewoon heel veel verlangen wakker. Nou, ik ga een seminar doen in de reeks die genoemd is De Derde Persoon. Het gaat over de Heilige Geest. En ik ga een seminar doen over profetie. En dat klinkt gelijk weer heel dramatisch, profetie. En mijn eerste associatie is soms ook nog wel te typen zoals Johannes de Doper, die met de volle aan door de woestijn heen loopt te schreeuwen en hel en verdoemenis spreken. Maar we gaan het hebben over profetie, juist als gave van de geest, bedoeld aan de gemeente van Jezus. De gave waarvan Paulus zegt, streef er allemaal naar. Maar ja, hoe dan? En we willen gewoon een hele praktische seminar geven, waarin je gewoon zelf aan de slag gaat. Natuurlijk geven we input vanuit de Bijbel en ook vanuit de ervaringen van mensen. Hoe werkt het dan? En we gaan je aan het werk zetten. En de meest eenvoudige definitie van profetie is luisteren naar God voor anderen. Nou, dat gaan we proberen te doen. Wordt leuk, denk ik. Weet je? Profetie is luisteren naar God voor anderen. En wat als God jou gaat gebruiken als willekeurige conferentieganger om iets te zeggen tegen iemand anders? Of wat als God een willekeurige conferentieganger die je misschien helemaal niet kent, die jou helemaal niet kent, iets namens God tegen jou mag gaan zeggen? Onverwacht, uit onverwachte hoek, wat zou dat zijn? Nou, hopelijk gaan na dit seminar gaan dat soort dingen gebeuren.